Ah, wel. Zijn jullie wel braaf geweest van de jaar? Want de Sint is geweest, hè. Eerst en vooral, welkom bij aflevering 19. En de Sint heeft ons niet echt cadeaus gebracht, hè. 0-2 verlies hier tegen Standaard. Die gierige lafaard. Ja, spijtig genoeg. En wij zijn na de wedstrijd eens gaan praten met onze coach. We hebben inderdaad geen goede eerste helft gespeeld. Maar als dan 0-1 staat met rust, dan denk ik dat je nog altijd de bakens kan verzetten. En ik vind dat wij een tweede helft gespeeld hebben die hoort te zijn op dit niveau. En dan konden wij, denk ik, als we met een klein beetje meeval hadden wij een punt kunnen wettigen. Nu Standaard heeft verdiend gewonnen op basis van de ganse wedstrijd. Maar ik vind dat wij een goede tweede helft hebben gespeeld. Het begint heel defensief bij 5-4-1. Dat is het eerste keer dit seizoen. Of je kunt dat ook gewoon 3-4-3 noemen. Ik bedoel, het hangt er maar vanaf hoe je dat zelf bekijkt. Ik vond dat niet defensief. Kijk, wij moeten ook niet belachelijk doen. Als je tegen Standaard speelt en je hebt daar twee spitsen tegenover je staan met Ezekiel en Batshuayi, dan is dat geen schande dat je als Waasland-Beveren zijn. Dat je een klein beetje aanpast. Spelers waren daar voor te vinden. En die kon mij daar perfect bij neerleggen. Dus we hebben samen de best mogelijke tactiek gekozen. Ik vond dat niet defensief, alleen hebben we daar de eerste helft gewoon veel te weinig mee gedaan. Ik denk tactisch gezien dat er weinig problemen waren. Het probleem lag gewoon in balbezit. We hebben gewoon veel te snel de bal terug aan de tegenstander gegeven. Waardoor dat je dan op een gegeven moment niet meer onder de druk uitkomt. Standaard is met heel veel druk naar voren begonnen. En daar zijn wij eigenlijk voetbalistiek niet onderuit gekomen. Waardoor dat die druk altijd maar groter en groter wordt. En ja, waardoor dat je dan natuurlijk wel problemen krijgt, dat is duidelijk. Maar wij hadden gewoon de eerste helft veel meer moeten voetballen. Zoals we de tweede helft wel gedaan hebben. Ja, en dan zie je dat je toch de bakens kan verzetten. Je moet ook een klein beetje realistisch zijn. Ik bedoel, we komen van heel ver. Ik ben heel blij met hetgeen ik de tweede helft heb gezien. En ik denk dat we op basis daarvan gewoon moeten verder bouwen. En hopen dat we, zoals de tweede helft, diezelfde spirit, dat we die elke week 90 minuten op de mat kunnen leggen. We will keep it alive together. Help me carry the fire. It'll light our way forever. Goeiedag, mijn naam is Daniel Kroeks. Ik zit vandaag op de kroeg. Ik was heel blij. Ik kom van heel ver. Dit was mijn tweede match in meer dan een jaar. Zo, dat doet erg leuk om op de veld te staan. Ja, ik heb heel hard gewerkt toen ik geblesseerd raakte in de voorbereiding. Ik heb elke dag getraind. Ik heb niet één dag vrij genomen. En ik word nog steeds hard. En ik wil zo snel mogelijk naar mijn beste niveau groeien. Natuurlijk, ik mis nog match ritme. Dit is pas mijn tweede match in een jaar. En de eerste helft was heel moeilijk, omdat we proberen altijd met de lange bal. De tweede helft was weer van verschil. We hebben durven te voetballen en was alles veel beter. Maar in principe, dat maakt niet uit. Ik wil de ploeg helpen. Als de trainer zegt, je moet rechtsback, dan ga ik rechtsback op het centraal. Ik wil de ploeg helpen en daar ben ik hier voor. Ik ben gelukkig dat ik heb gestart. Je kan niet moeilijk gelukkig zeggen omdat we staan voor laatste.
We moeten hard werken. Ik wil niet dat op mijn cv dat wij degraderen voor Beveren. En wij gaan alles aan doen om dat te vermijden. En ik denk dat dat gaat lukken. En dan is het nu tijd voor de uitreiking van het doelpunt van de maand. En naast mij staat de winnaar. Bonjour. Je peux parler en néerlandais, tu comprends tout ou pas? Normalement, je comprends. Hein. On va essayer parce que mon français, c'est avec des cheveux dedans. Ok, hein. Probeer. Oké, okay, we gaan proberen. Ja. Ik heb hier een trofee voor u. Ja. Weet u waarom? Parce que je suis le goal du mois, le plus beau goal du mois. Ah, c'est ça? Oui. Ja, dat is juist. Maar je bent genomineerd voor 2 doelpunten. On en a marqué que 3, donc c'est pas difficile. Ouais, c'est ça. Hein? welke doelpunten waren dat juist? Kun je eens beschrijven? Ik denk deze van Berskot. Ja? De lop. Ja, de lop, ja. Ja, en er was nog één dat je gemaakt hebt. Ja, in Mechelen. Ja. Welke heeft gewonnen, denk je? Berskot. Juist. Ja? Voilà. We hebben hier een trofee met de 4 fases op. Ja. Huh? Hier. Hop. Okay. Tja, los erover. En vieren, hè. Merci. Ben je blij? Ouais, je suis très content. Surtout que ça a rapporté 3 points à l'équipe, donc je suis très content. Dat is een belangrijk doelpunt, hè? Ja, ja. En on va essayer de refaire ça contre Gant. Nu, ik ben zelf keeper, hè. Vind je dat dan plezant om over de keeper te stiften? Nee, ja, maar... Vind je dat plezant als dat de keeper... Je ziet dan de hart in 2 scheuren van vernedering. Nee, maar voor mij is het plezant. Voor u is het plezant, ja, dat is het belangrijkste. Ja. Nu, okay. Je hebt het al gezegd, tegen Gent. Ja. Hoe kijk je uit naar die match? Hoe kijk je daar? Qu'est-ce que tu penses du match? Contre Gant? Ja. Bah, c'est un match très spécial pour moi, mais bon, je vais me donner à 200% pour Wassam Beveren. Et je crois qu'on a les qualités pour prendre les 3 points là-bas. Bon, ils sont pas bien pour l'instant, ils sont obligés de gagner. Bon, ça, c'est clair, ce sera difficile. Mais on a les capacités pour gagner là-bas. Je hebt er zin in. Tu as du... confiance, envie. Envie. Ouais, je suis très 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 motivé. Ah, ça c'est bon. Et ga je terug naar Gent gaan, want je dois... Non. Non, mais je me concentre pas sur ça, je me concentre juste sur mes matchs avec Waslan. Je suis venu ici pour que Waslan Beveren reste en division 1, et bon, je vais tout faire pour. Et bon, voilà, je suis venu ici pour les aider. Pour moi, c'est Waslan et c'est pas autre chose. Het zal mijn best zijn, hè, want ik ga u niet zomaar laten gaan. Hè. Nee. Ça va pas être facile pour partir ici. Hè. Non. Parce que je suis pas content quand tu partis, hein, non de dit. Non, mais j'ai pas spécialement envie de partir. Je me sens bien ici. Les supporters sont bien. L'équipe est bien. Il y a une bonne entente. Mais non, il manque plus que les résultats. We gaan een afspraak maken, goed? Oké. Okay, als jij een lopke scoort tegen Gent, ja, dan mocht jij mij iets laten doen. Eender wat. Oké. Okay. Afspraak? Een doelpunt is al goed. Nee, een lopke. Een lopke? Een lopke. Oké. Okay. Okay. Is een deal? Dat is oké. Okay. Oké. Okay. Ik hoop dat het goed komt. Bedankt. Dank je wel. En nu dat ik toch bezig was met kadertjes te maken, heb ik nog een extra kadertje gemaakt. Namelijk voor mijn goede vriend, de Johnny. En hij staat hier naast mij en we gaan eens kijken waarom dat hij een cadeau krijgt van mij. Johnny, I've got a present for you. Oké. Okay. You know why? I have no idea. You did an amazing move. Okay. Last Sunday against Standard. It was amazing. Okay. You did Zidane, you know? Yeah, I know. We have the 4 phases here, and you see. Yep, and you take the ball and magical moves, and okay. No one can do that, huh? Not even on PlayStation. It's an amazing move, and that's why we want you to remember it. And we give this to you, and you have to put it on your tabletop next to your bed. So you can see it every time you wake up and do it every week when you play. Okay. Is it good? That's a deal. All right, because you're playing good, huh? Yeah. Well, not bad, but it's not about me. It's always about the team, so. But it is nice to see an individual shine, of course. Yeah, of course. When you go out, you want to always give your best, show your best. Of course, I haven't played a lot. So I want to give something extra to prove that I'm good enough to be here, or I deserve to be here. So yeah, it's been quite a good start for me. I think you're doing great. Eh? Thanks.
You're really amazing. Eh? I'm a big fan of you. Okay. So I hope you keep continuing playing like this. And every time you make a Zidane move, you get from me a kaderke. Okay. You're happy? What if I try it and it doesn't work out? We'll forget it. If you do it, good, the same match. And the coach shouts at me. We'll have to talk to the coach about that. Okay, then. We'll see if we can work something out. Maybe we give him a kaderke too. Okay. Every time he shouts at you. Perfect. Good? Yeah. Je ziet, hè? Ik geef wel cadeautjes, hè? Dat is wel anders als jij. Met dikke wenkbrauwen. Voilà, dit was het dan. Aflevering 19. Bedankt allemaal voor het kijken. En ik hoop dat de Sint ons een beetje cadeautjes brengt op Gent, hè. Je hebt gehoord, hè. Het zal maar best zijn dat ons dus 3 punten brengt, hè. Of ik scheer al wenkbrauwen af. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.